Met A20-voorzitter Steven Rijmen spraken wij ook over de kiesregeling. Daar velen hadden gehoopt, vooral de voorzitters van de verschillende politieke partijen, dat deze voor de recesperiode in behandeling genomen zou worden. Maar de A20-voorzitter die is er blij dat men een pauze heeft ingebouwd, dat men met reces is, zodat men er met frisse moed daaraan kan beginnen na recesperiode. U hoort A20-voorzitter Steven Rijmen, met wie wij dan ook spraken over de landelijke evenredigheid en de kiesregeling, welke dan na recesperiode in behandeling genomen dient te worden. Het zou egoïstisch zijn als ik als mens en politiek leider en ook in mijn andere rol zou zeggen dat ik dat gehoopt heb. Iedereen heeft een break nodig, ook de volksvertegenwoordigers. We kunnen zoveel kritiek op ze hebben, maar laten we dit zeggen, meneer Ganesh, allereerst zijn we allemaal mensen. En ik leer in de rol die ik heb als coach dat mensen soms een break nodig hebben. Dus ik gun ze die break. Ik heb wel begrepen dat de vaste commissie wel doorgaat als het nodig is om het voor te bereiden. Maar voor de anderen denk ik dat het wel goed is. En als die vaste commissie, ook al is het maar een week, die break kan krijgen, het is goed. Want daardoor kan je de tijd krijgen ook om aan zelfreflectie te doen. Om te evalueren. Zelfreflectie heeft meer te maken op jou als persoon. Hoe heb ik gefunctioneerd als parlementariër? Maar evaluatie heeft te maken met de doelen die misschien die partij wou bereiken. Hebben we de doelen of als mens die je wou bereiken. Dus ik denk dat het goed is dat het zo gaat. En laten we hopen dat zodra we weer starten, dat we dan direct die wet kunnen aannemen. Ja. Welke invloed zegt u dat de buitenparlementaire partijen toch hebben gehad op die landelijke evenredigheid, dat het parlement of de fracties toch in die richting is gaan kijken en daarover compromis heeft kunnen bereiken? Ik denk dat we niet alleen als buitenparlementaire partijen invloed hebben gehad. Ik denk dat de hele Surinaamse bevolking en het bedrijfsleven en vrijwel iedereen op dit punt wel eens was dat het tijd was voor iets anders. En men heeft gekeken naar allemaal en het komt erop neer dat deze eigenlijk voldoet aan wat het Hof heeft gevraagd dat we moesten doen. Dus ik denk dat wij niet de eer zullen nemen als buitenparlementair. Ik denk ook niet dat de fracties in het parlement dat zullen nemen. Ik zou zeggen dat we juist moeten zeggen dat we als Surinamers dit samen hebben bereikt en dat we daarvoor iedere Surinamer die een bijdrage daarvoor heeft geleverd, moeten bedanken. Allereerst mevrouw Serena Essert, die vanuit haar positie toen dat gedaan heeft, met op de achtergrond de backing van A20, ook al wordt dat niet vaak gezegd, maar het is goed om het een keer te zeggen. Maar we zijn blij dat het gebeurd is, dat is het belangrijkste. Ja, maar we zien dat bepaalde zaken die in het begin toch een beetje, men het als zeer belangrijk achtte, bijvoorbeeld de grondwetswijziging ten aanzien van, we hebben gesproken van leiderschap, dus leiders zonder strafblad en ook zaken als hoe het parlement ontbonden kan worden, dat nu minder belangrijk lijkt en dat men toch meer, ik zie dat de parlementariërs en de fractieleiders meer praten over die landelijke evenredigheid en dat van de grondwetswijziging hebben geparkeerd. Wat vindt u zelf daarvan? Ik denk dat je in die training die we net hebben gezegd, moet je prioriteiten zetten. Dus we praten over planning, first things first. Ik denk dat als je geen kiesstelsel hebt, kan je toch niks doen. Dus laten we het eerst die wet aannemen. En denk ik dat de volgende stap die we moeten doen is gaan kijken naar die grondwet. Maar je kan geen verkiezing houden als je geen kiesstelsel hebt. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Laten we dat eerst doen, zodat iedereen in Suriname weet dat wat de president beloofd is, ook de assembleevoorzitter, dat die wet gaat komen. Als het achter de rug is, kan iedereen opgelucht ademen en zeggen oké. Okay. En dan kunnen we kijken naar de volgende. En ik denk het volgende dat sowieso op
die operatietafel moet komen, is de grondwet. En ik denk dat men nu al begint te kijken ernaar en kijken wat er veranderd moet worden. Uiteraard denk ik dat inderdaad we ook moeten gaan kijken naar die kwestie van willen we in de toekomst. Kijk, wat er al is kan je niet meer elimineren, maar willen in de toekomst mensen met een strafblad hebben op die hoge bestuurlijke functies en in het parlement. Ik denk dat je eerst een hele goede discussie daarover moet hebben. Maar A20 is sowieso eens dat de rolmodellen die wij willen presenteren aan onze leiders, toekomstige leiders, moeten rolmodellen zijn met onbesproken gedrag. En mensen die toch vinden dat ze een bijdrage willen leveren en misschien in het verleden in de fout zijn geweest, moeten meer op de tweede linie zijn of de derde linie en kunnen van daaruit toch die bijdrage leveren. Maar als je president wil worden, vicepresident, zitten in de Nationale Assemblée, naar buiten ook toe, is dat niet zo een goede visitekaart voor Suriname. Dus ik denk dat wat er al is nu, is misschien moeilijk te elimineren, maar het wordt wel hoog tijd dat die discussie daarover komt. En niet alleen binnen het parlement, maar maatschappelijk. Ja. Hoe zit het met de discussies rond wel of niet in combinatieverband de verkiezingen ingaan en zaken als een financiële, dat hebben we gehad bij de vorige verkiezingen, waarborgsom was dat, wat betaald moest worden. Hoe kijkt u naar die zaken? Kijk, nu, wat belangrijk is voor ons nu, is dat het kiesstelsel gewijzigd wordt. En naarmate je doorgaat, hebben we ook al gezegd, de grondwet is ook belangrijk. Maar je gaat ook kijken naar het verbod op pre-electorale partijen. Dat ze zo in de verkiezing in kunnen gaan, dat is ook iets. We willen ook kijken naar de financiering. Niet alleen de waarborgsom die we moeten betalen, maar ook wie financiert die politieke partijen. Dat is belangrijk. Want openheid. Openheid van bestuur. We merken dat het meer gaat dat als we kijken hoe die coalitie move, dan lijkt het alsof er, ik zou het zo diplomatisch zeggen, maar u weet wat ik bedoel, dat er krachten, financiële krachten bepalen welke richting die coalitie gaat. We kijken naar die wet van kansspelen. Dan merk je dat het zoveel meer kon nu gedaan worden. Maar het kan niet. Want waarschijnlijk wie betaalt, die bepaalt. Maar naarmate je stap bij stap deze dingen gaat veranderen, dan denk ik dat er wel een moment zal komen dat wij kunnen zeggen dat qua politiek de dingen nu meer en meer transparanter worden. Nu is het nog niet zo transparant, maar de president, en ik heb gezegd steeds in andere programma's, continuering van bestuur, goed bestuur of een zaak dat is voorgedragen door een vergeving is goed. Hij heeft gezegd, hij zal ervoor zorgen, op korte termijn, dat iedereen zijn vermogen via een vorm gaat moeten aangeven. Binnen 5 dagen moet je dat doen, nadat het geproduceerd is via de website of via de digitale wereld. Ik denk dat het een goed ding is. En dan weten we precies waar iedereen staat. En wanneer je later in het parlement komt en we zien dat je bent 10 keer rijker geworden, dan weten we van waar je bent begonnen. Kunnen we ook de vragen stellen. Van waar komt het geld? Ja. Vindt u die discussie zuiver, heer Rijmen, wanneer men aangeeft dat ja, vanwege die landelijke evenredigheid de districten geen vertegenwoordigers zullen hebben, dus de belangen van dat district zullen niet voldoende behartigd kunnen worden? Ach, is iets dat je gewoon aan de kant kan zetten. In al de jaren dat wij een districtenstelsel hebben, zijn de belangen van de districten werkelijk nagekomen? Nooit. Ga naar Mungo, ga naar Marowijne, ga naar Nikeri. Ze hebben nooit. Ga naar Koroni. Koroni is ook een mooi voorbeeld. Maar ik denk dat je misschien in het kiesstelsel een gedeelte kan zetten, in die wet kan zetten, dat je toch iedere politieke partij minimaal toch een aantal mensen die woonachtig zijn in de districten op hun verkiezingslijst kunnen zetten. Er moet een manier zijn om dat te doen. Ons voorstel is geweest in de presentatie, dat laat, en ik zag dat iemand dat ook schreef recentelijk, laat eigenlijk, als je wil hebben dat die districten tot ontwikkeling komen, laat de DC gekozen worden door de mensen in het district zelf. Geef ze een goed budget, onafhankelijk budget, niet afhankelijk van hoe die coalitiepartner zich voelt, maar gewoon dat zij vanuit
hun budget, hun land zullen, niet hun land, hun district zullen gaan ontwikkelen. Ik denk dat we daar moeten gaan. In plaats dat die keuze van de geen government, van de DC een politieke keuze is. Dus ik denk dat we daarvan moeten afstappen. Ja. Dus dat zou meer een onafhankelijk persoon zijn. Absoluut. Niet uit de politiek, nee. Zozeer. Al zou het uit de politiek, maar het moet iemand zijn die daar woont, iemand die daar getogen is en iemand die door die gemeenschap gedragen. Mm. Als ik noem maar iets, als bijvoorbeeld Rijmen woont in Coroni en Rijmen wil districtcommissaris worden, laat de mensen in Coroni dan bepalen als Rijmen districtcommissaris wordt. In plaats dat iemand van wege de politieke coalitie die er is, gewoon iemand zet daar. En waarschijnlijk wordt die persoon niet eens gedragen door het district. Want wat gaat er gebeuren? De lokale districtsbewoners weten precies wie al werkte voor het district. En als die mensen zich kandidaat stellen, of zij zullen die mensen vragen zich kandidaat, dan weet je dat het continuering hebt. Is maar nu in een bestuurlijke vorm. Dus ik denk dat dat beter is dan dat je districtcommissarissen benoemt op basis van politieke superioriteit. Dat werkt niet.